De fietsende benen van TNT-rijder Henk Angerend. Hij was de sterkste in Heerenveen een aantal dagen eerder en liet dus weer eens wat van zich horen in de marathonschaatswereld. Ook Arjan Momborg van de partij. En deze man, dit is Jan Maarten Heideman, mag nog steeds op zijn eerste overwinning dit seizoen. En wellicht is daar de nieuwe ijsbaan van Twente de uitgelegen mogelijkheid voor Heideman om weer eens een wedstrijd op zijn palmares te schrijven. De mannen van BAM voorop. Ze rijden in het groen en om toch over het groen door te gaan, Sjoerd Huisman is er vandaag niet bij. Hij heeft een aantal gele kaarten opgelopen de afgelopen weken en moet een schorsing uitzitten. Doet dat in Enschede en kreeg ook een schikkingsvoorstel voor Eindhoven. Rijdt dus beide woensdagen niet mee. Dat betekent dat de mensen die loeren op de groene trui weer kunnen gaan meevechten voor de punten, omdat Huisman de punten niet kan halen. Veel werk dus voor Nefit met onder andere Geert-Jan van der Wal. Reed veelvuldig voorop en ook Gerry Hekman moet dus zorgen dat de kapers op de kust het groen niet gaan afpakken van ploeggenoot Huisman, want het groen is heilig binnen Nefit. Klein kopgroepje met Geert-Jan van der Wal, Henk Angerend, Van Buren, Bekker, Kingma en Hogeveen hebben een meter of 10 voorsprong op het peloton. En ook hij gaat het weer eens proberen. Dit is Ralf Switzer van Adformatie. Probeerde het de afgelopen weken vaker. Deed dat vaak met zijn maatje, Jauke Hogeveen, maar probeert het nu alleen. Maar zijn uitvalpoging heeft geen lang leven, want hij wordt snel weer ingereden door het peloton. En dan lijken we dit keer geen kopgroep te gaan krijgen. En dan kan het peloton dus weer een keer met z'n allen gaan afsprinten. Gaan we weer een massasprint tegemoet, worden de treintjes weer gevormd, dit keer met Vlasman voorop. En is het zoeken naar DSB. Ja, die zit daar in de verdrukking in het midden. Dat is lastig om daar uit te komen. DSB natuurlijk met Berga, die de wedstrijd in Assen wist te winnen. En een week later ziek thuis moest blijven en nu er weer bij is. Weer hersteld van zijn ziekte. Maar is hij krachtig genoeg om de sprint aan te trekken of wellicht de wedstrijd te gaan winnen? Bam, weer voorop met Bob de Vries en Stroetinga. Het is de Vries die nog eventjes vraagt aan de zijkant wat hij moet doen. Daarachter Michaud en Berga helemaal alleen. Omdat Heideman achterin in de knoop zat en daar dus niet weg kon komen. Ook Cees Juffermans van TNT van de partij. Dat zal natuurlijk zo hard mogelijk schaatsen zijn voor Stroetinga. Die er dan later weer voorbij zou moeten komen. Want dat is de tactiek die Bam er dit seizoen op nalaat. De Vries voert de tempo op in de rug van Stroetinga, Berga en Michaud. En dan de laatste 100 meter. En de laatste tip van Anema. Zet door, geeft hij aan zijn ploeggenoten. En dan is het kijken voor Anema, wie de wint. En ja hoor, hij weet het. Het is Stroetinga op 1. Bob de Vries op 2. En Carlo Timmerman van Equipe Renault op plek nummer 3.